Na de vorige video's merkten we dat er nog aardig wat vragen waren vanuit jullie. En we zijn zo enthousiast over deze show. Dus we vertellen jullie daar graag meer over. De Arena Show is de eerste Vknip Show met 40.000 bezoekers en dat allemaal in één zaal. Ja. Hoe gaan we dat nou doen deze? Ja, wij zijn dan ondertussen wel wat gewend met onze grote evenementen. En met de zaal evenementen die we doen, meerdaagse evenementen die we doen. En Amsterdam Arena is natuurlijk hiervoor gemaakt. Dus niks wat we nog niet aankunnen. Nou Mer, jij bent betrokken geweest bij de programmering van de Arena. Kan jij een beetje meer wat vertellen over de line-up en heel misschien al een hint geven over iets van de timetable? We hebben bij de Arena natuurlijk maar één stage, een hele grote, van 40.000 bezoekers. En we hebben besloten om heel veel artiesten te bevestigen waar we een bonding mee hebben. En we hebben zelfs voor elkaar gekregen dat we een uur langer door kunnen gaan. En hiervoor hebben we Fantasm bevestigd. En je zei iets over de timetable. Ik heb goed nieuws, die komt morgen online. Een veel voorkomende vraag was, is het dak nou open of dicht? Dat is een goede vraag. Ik denk dat we dat voor eens of altijd maar uit de wereld moeten helpen. Het dak is dik. Het kan niet vanwege het geluid, er hangt genoeg techniek in het dak. Dus bij deze, het dak is dik. We hebben wat vragen gekregen over vuurwerk. Kan je misschien wat meer over vertellen? De Vknip Arena Show is de grootste show tot op heden. Dus ze mogen best wel wat verwachten. En we gaan ook flink uitpakken, want het zit natuurlijk een hele grote locatie. Dus we kunnen ook meer. We hebben wat vragen gekregen over veiligheid. Kan jij ons daar wat meer over vertellen? Belangrijk is om te weten dat we een groot veiligheidsteam achter dit evenement hebben staan. Daarnaast hebben we onder andere onze eigen awareness team rondlopen. We hebben een hele fijne samenwerking met Unity. Waardoor we een safe space zone voor onze bezoekers creëren. Een van de andere vragen die we binnenkregen is over de merchandise. En ik denk dat jij er wel wat meer over kan vertellen. Ja, het is heel mooi om te zien dat onze community de laatste tijd erg gegroeid is. En de merchlijn is daar een belangrijk onderdeel van. We hebben voor Vknip Arena een speciale lijn ontworpen. En het lijkt me heel leuk om jullie mee te nemen naar het productieproces hiervan. Hi, welkom bij Gekko Agency. We zijn hier in Rotterdam. 2,5 maand geleden zijn we met Verknipt in zee gegaan. De eerste collectie heeft al gestaan, maar nu komt de grootste collectie Verknipt Arena. Shirts, hoodies en nog veel meer. Wij gaan jullie helemaal meenemen in het proces. De vraag vanuit Verknipt was, maak geen merchandise, maar maak echt een kledinglijn. Door de juiste fit te bepalen, de juiste stoffen die communiceren met de doelgroep, denk ik dat wij erin geslaagd zijn om een hele vette collectie neer te zetten. Naast de geproduceerde kledinglijn hebben we voor de premium gasten ook nog een vet item gemaakt. Maar omdat we van tevoren de maat niet weten van deze gast, is het een heel vet universeel item geworden. Maar daar kunnen we nog niet veel over zeggen. Voor de Arena productie hebben we redelijk wat tijd gekregen. En ook productietechnisch hebben we de mogelijkheid gekregen om bijvoorbeeld het hele shirt te gebruiken. En dat stelde ons in staat om het grootste karakter van de Arena door te vertalen in een kledinglijn. We hebben voor dit design hebben we er ook voor gekozen om het Vknip logo, zoals iedereen die kent, los te laten. En niet te werken met strakke lijnen, maar een soort brush-achtig effect. Wat het rebelse karakter van Verknipt goed vertaalt in een uiteindelijk design. De volgende tijdens de laatste aflevering zal plaatsvinden tijdens de opbouw van de show. En dat is over 3,5 weken. Dus dan zien we je daar. Let's go!